Maar toen hij de zaak flink had opgewerkt... Avery, geef een kleine kansboek eens aan. Wat is er met Jacob? Jacob is bezig zijn zaak te verkopen. Zijn zaak verkopen? Waarom zijn zaak verkopen? Ja, waarom zijn zaak verkopen? Omdat hij mijn is. Een prima winkel met zo'n soort diensten. En anders zou zijn handen dichtknijpen. En hij wil hem verkopen. Weet jij waarom? Omdat ik geld wil hebben. Zoveel geld dat ik nooit meer een brood hoef te happen. Daarom. Ik ben met honger geboren en die honger gaat nooit meer weg. Ik heb honger naar de hele wereld. Niemand kan beseffen wat dat is. Nou, meneer Allegro, ik heb alles gezien. Ik ga naar koord. Ik zal u vast uw handgeld geven, zoals afgesproken is. Oké. Nou, ik heb u toch gezegd, u zal er een beste zaak aan hebben. Mazzel en brogen ermee. Ik zal u nog eens inschenken. Evi, schenk jij meneer nog eens even wat in? Nou, wat gaat hij nou met zijn centen doen? Weet ik nog niet. En het doet er trouwens niet toe. Misschien begin ik ergens anders weer een zaak. En als die is opgewerkt, doe ik hem weer van de hand. Ik werk om te verkopen. Niet om in een winkeltje te blijven. Een winkeltje is een stinkeltje. Toen ben ik Jacob uit het oog verloren. We hoorden nog wel eens iets over zaken doen. Koopman in dit, koopman in dat, winnen, verliezen. Maar hoe het hem nou eigenlijk verder is gegaan, wisten we niet. En toen, kwam 1940, de oorlog. En het maakte niets meer uit of je Jacob heette, of Isaac, of Nathan, of Eli, of je kleine of grote zaken deed. Ikzelf bleef er buiten, want ik was half Jood. Maar Jacob verdween in de duisternis van de bezetting. Jaren na de oorlog stuurde een Amsterdams dagblad me naar Venezuela om een aantal artikelen te schrijven over de naoorlogse ontwikkeling van dit land. Ik had de hele dag door Caracas gesjouwd en was doodmoe van die warme stad. Heerlijk om even te zitten. I beg your pardon, sir. Excuse me, may I ask you a question? Yes. You are from Europe, aren't you? Yes. You don't mind me asking? No, but... No, excuse me. I'm from Europe too, you see. I've been living in this country for years. Originally, I am from Poland, but you... Het was een vreemde vogel die hier in Venezuela was neergestreken. We raakten in gesprek. Hij vertelde me dat hij over de hele wereld had gezworven en dat hij ook in Holland was geweest. Hij vroeg wat ik in Zuid-Amerika deed en wat mijn plannen waren in Caracas. En ik vertelde hem het doel van mijn reis. I stay for 3 weeks. Had some readings there. But here in Venezuela, I am planning articles for my newspaper in Amsterdam. Articles? Wait a minute. I can't stay any longer, but I know... Plotseling maakte het mannetje haastig een eind aan ons gesprek en excuseerde zich dat hij nu geen tijd meer had en dat hij het bijzonder op prijs zou stellen als ik morgen bij me op bezoek kwam. Hij kende iedereen en kon me elke informatie geven die ik nodig had. Hij zou om 11 uur een chauffeur sturen om me af te halen. My name is De Vries. All right, Mr. De Vries. De volgende morgen had ik er wel een beetje spijt van dat ik me zo had laten overrompelen, maar ja, het was nu helemaal afgesproken. Would you be so kind to go with him? The cab is waiting.
Matones, la cartera, señor Defis, por favor. Ya todo solucionado, señor Defis va con usted. Muchas gracias. Goodbye, Mr. Defis. Adiós, señor. Compañero, compañero, présteme su carabina, a ver si mata un tigrito que me ha dejado en la ruina. Este atrevido bichito se ha comido en 4 días una vaca y un novillo y una yegua con su cría. Si me sale por... En een snelle rit ging ik naar de buitenkant van de stad en ik begon nou toch wel nieuwsgierig te worden. Si me sale por allí, me disparo desde aquí. Si me sale por allá, me disparo desde acá. Simon de Vries. Jacob Allegro. Kom binnen, Simon. Hoe is het met jou? Jacob Allegro. Ik kan mijn ogen niet... Ik was volkomen geschokt. Jacob Allegro, die ik al lang doodwaande. Hier in Venezuela. In deze omgeving. Ik was perplex. Hij vertelde me dat het mannetje uit het hotel hem had opgebeld dat hij iemand uit Amsterdam had ontmoet en uit zijn beschrijving had hij begrepen dat ik het was. Om me te verrassen had hij me daarom naar zijn huis laten komen. Ik vroeg hem hoe hij uit handen van de Duitsers was gebleven. Hij was tijdens een transport naar de grens op de trein gesprongen, maar verder wilde hij er niet over praten. Hij troonde me mee naar binnen en liet me met een zekere nonchalance zijn prachtig huis zien. Onderwijl vertelde hij over Venezuela en over de olie die het land zo snel rijk had gemaakt. De hele oliebusiness is in handen van buitenlanders. Heb je de pomp in het meer van Maracaibo gezien? Het is allemaal buitenlands. Sinds de regering haar aandelen in de opbrengst heeft verhoogd, is het nu 50-50. Jane, meet Mr. De Vries, this my wife. Daarna stelde hij me voor aan zijn vrouw en ik moet zeggen dat het wel heel iets anders was dan de markt gesteeg. Maar hij liet me niet veel tijd om er verder over na te denken. Wat wil je drinken? Het is allemaal cool drinks in het land. Je kopje koffie om 11 uur moet je maar even vergeten. Nou, what have you got? Lemon juice, pineapple, orange juice? Of heb je liever iets straffers? Een Cuba Libre, Samsung and Rocks? Ik geef je een lemon met een tikje gin. En you, Jane, you're Alabama? Yes, please. Ik heb er nog een aardige duit mee verdiend met die cool drinks beneden aan de beach. Ook excuse me, darling, for speaking Dutch, but as I told you, Mr. De Vries wants some information about Venezuela, and I'd better tell him in Dutch. Of course, dear. Toen ik hier kwam in 1944 was ik totaal afgebrand. Geen dollar op zak, en natuurlijk ook geen enkele verbinding met mijn relaties in Europa door die oorlog. En toen ben ik begonnen, dat zou je niet willen geloven, met garen en band langs de deuren, als een snorrer. De goederen kreeg een commissie van een paar Joodse warenhuizen hier. En daar ging Jacob, langs de deur. Kenkaleros noemen ze die mensen hier. 11 maanden lang heb ik zo gelopen. Dag in, dag uit. Niet alleen in de stad. Nee, ook de provincie met mijn 2 koffers. De meeste onkosten gingen weg naar mijn schoenmaker. Enfin, ik hield toch nog een paar bolivar over. En daar huurde ik een zaakje van in de benedenstad. Ik had me al een beetje gespecialiseerd in sieraden, goedkope snuisterijen. Later kwamen er nog wat gouden en zilver spulletjes bij. Enfin, het zaakje dat ging goed. En toen kocht ik een stukje grond, niet ver van dit huis, voor een krat, bijna voor niks. En later nog een stukje, en nog een stukje, en allemaal hier in Caracas. Dat is nu 14 jaar geleden. Die grond is goud geworden. Dit land en deze stad. Wat hier de laatste 15 jaar gebeurd is, daar maak je geen voorstelling van. Op diezelfde rotsige stukjes grond staan nu fabrieken en flatgebouwen. Het was alsof ik er een voorgevoel van had. En toen kocht ik aandelen in de Minas del Oro del Minajo. Een goudmijn in de dubbele betekenis. Lemon juice. Lemon juice kunnen ze me wel noemen. Want ik heb het wat geschonken beneden aan de beach. Ik had er een tentje neergezet, met wat parasols en lichtstoelen en wat van die speelmachines. En mijn cool drinks. Nu staat er een hotel met 200 bedden. Hotel Carambogo. Je moet er een paar dagen gaan zitten. Oh, dat kost je niks. Een kamer met terras en een badkamer. Wacht, ik zal de jongens even waarschuwen dat ze een suite voor je reserveren. Simon, kijk eens. Kom eens hier. Zie je daar die bergen? Daarachter ligt Aragua, koper- en nikkelmijnen, voor hergestart. Grond was voor mij. Hallo?
Hallo. Engaged. En toen op de dag kwamen ze hier proefboringen doen. Ik zeg natuurlijk geen nee. Die grond was zo rijk dat we hard op weg zijn de tweede koper- en nikkelleverancier van Venezuela te worden. Over een paar jaar hebben ze hier allemaal geld. Dan wil iedereen ook. En zo ging hij maar door. Over alles wat hij bereikt had en nog verder wilde bereiken. En eigenlijk was hij nog hetzelfde jongetje gebleven van vroeger. Dat honger had. Honger naar meer. Maar nu had hij een vesting van materie opgebouwd om zich veilig te stellen. Om zich te verdedigen tegen elke aanval van de wereld om hem heen. Jacob Allegro. Yes? Oh, all right. All right. Jack? Jack, Carlo is home now. If you like to see him, oh, that's fine, dear. Mijn zoon is nu net thuisgekomen. Die heb je nog niet gezien. Moet je zijn speelkamer zien. Dat slaat alles, zeg. Daddy. Hello, Carlo. Did you go to the beach? Oh, Simon, may I introduce you. This is my son, Carlo. This is Mr. Fries. Well, Carlo, how do you do? How do you do? Het jochie bleek een eigen vleugel te bewonen, met een eigen dienstbode en een gouvernante die hem privélessen gaf, zoals Jacob vertelde. Carlo, private lessons geven, want het onderwijs hier vinden we nog niet zo geschikt, hè? Wij zijn van plan om... Miss Morales, you may go now if you want. Gracias, signor. Hasta luego, Carlo. We zijn van plan omdat er hier zo ontzettend veel importmensen zijn het volgend jaar een internationale school hier te gaan oprichten. I'm just telling him about our plans for international school. Please, Daddy, will you play with me? Not now, Carlo, later on. Hier zijn zo ontzettend veel buitenlanders dat beslist de moeite bij was om deze school op te richten. Please, Daddy, play Dutchman for me. No, Carlo, I'm talking now to Mr. De Vries. Please, Daddy, just once, play Dutchman for me. No, Carlo, didn't you hear me? Come on, Daddy, do it, please. Why not, darling? You always do. Wat bedoelt u toch met dat play Dutchman? Ach, niks. I don't understand, Jack. Why shouldn't you? No, I'm talking to Simon now. Please, Daddy, just once, play Dutchman for me. You can talk later. All right, all right. Lekkere broodjes, broodjes om mee te nemen, verse broodjes, 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 pekelvlees, ham, kaas, worst. Lekkere broodjes, broodjes om mee te nemen, lekkere broodjes, broodjes, ham, worst, verse broodjes. Lekkere broodjes, broodjes om mee te nemen. Verse broodjes, ham, verse broodjes met roastbeef, ham, pekelvlees, worst. Broodjes om mee te nemen, broodjes. Verse broodjes om mee te nemen. Wel, oké? Okay. Yes. God, ja, Jacob. Weet je nog dat je een tafel bij ons mee had? Omdat jullie het daar zo moeilijk hadden. Ik herinner het me nog. Of het de dag van gisteren was. Gisteren? Wat gisteren? Gisteren komt nooit weer om. Gisteren komt nooit weer om. Gisteren komt nooit weer om.